Ja, ik denk dat het nu zo'n 2 weken na de beslissing is. Ik loop eigenlijk nog altijd een beetje verloren eigenlijk, na die beslissing. Ik ben nu veel thuis. Ik kan veel tijd doorbrengen met mijn kinderen. Ik ben niet echt iemand die graag thuis zit. En, ik kan blij zijn als er iets nieuws op mijn pad komt. Met de operatie dat alles goed gegaan is eigenlijk. Alles was perfect gegaan, dus geen problemen voor de toekomst. Maar dan ook tijdens de revalidatie, dan gaat het heel traag ook. En dan merk je ook van dat je na 4-5 maanden amper vooruitgang geboekt hebt. En dat je dan nog zeker een maand of 4-5 moet voortdoen om terug op niveau te geraken. En dan is het ook nog het vraagteken van, ga je wel op niveau geraken? Dan heb ik ook een paar gesprekken gehad met Mathias Leterme en met Rick Foulon. En ja, na die gesprekken dan voel je toch ook dat je er niet alleen voor staat. En voor mij is dat heel belangrijk. Ja, ze hebben mij dan gesteund waar ze konden en ik ben hen zeer dankbaar daarvoor. Het is een publiek, het is een fantastisch publiek. Ik bedoel, je komt niet enkel tegen Kortrijk, tegen de Elf spelen, maar je komt ook tegen het Altenman spelen. En de tranen stonden wel in mijn ogen als ik die berichtjes las. Van oké, hier is het gedaan. Ja, dat doet iets met de persoon. En ik zou toch graag nog een keer afscheid willen nemen van hen. En niet op de manier toen dat ik van het plein ging na de match van Mouscron. Maar toch wel eens op een mooie manier afscheid nemen, want ik heb hier toch al 5 mooie jaren beleefd. Dus het is wel iets dat we echt wel moeten serieus nemen. En Anthony beseft dat ook wel, dat het nu tijd is om iets anders te doen en dat het risico te groot wordt. Maar ja, ik wens hem in ieder geval heel veel succes met iets anders. En hopelijk kan hij bij zijn passie blijven en dat is dan de voetbal. Ik zit nog altijd een beetje in dat verwerkingsproces. En na een jaar zou ik toch wel een nieuw hoofdstuk beginnen. Ik heb 26 jaar lang in de voetbal gezeten en het zou toch leuk zijn, dan moest ik dat kunnen voortzetten in mijn verdere carrière. Maar we zien wel wat er dan komt na een nieuw jaar.